De Noordkaap Challenge. 18 teams, 6.500 kilometer. Allemaal om geld op te halen voor 3FM Serious Request. Herman en Victoria rijden mee naar de Noordkaap. Onderweg voeren ze allerlei opdrachten uit en zoeken ze naar bijzondere items voor op de veiling. Andreas Hoenberg is een van de sterkste mannen van Zweden en hij heeft een ideetje voor ons. Andreas, what are we going to do? We're going to lift those logs up on the sled and pull the sled 20 meters. Okay, how heavy are the logs? Maybe like 400 kilos. What? It took us like 3 minutes and it took you guys like 32 seconds. We were faster. No shit. You sat on the sled when we pulled it. We didn't sit on your sled. So it's even heavier. Yeah, so we won even more. Could you like pick me up now? And him? At the same time? You can try. You got your shit. Waar gaan we heen, Vic? Dat weet ik veel. Aha. Here comes a sun, little darling. Here comes a sun, I say. Ik heb een heel stuk alleen gereden voor de challenge. Mijn vriend die moest onderweg afhaken. Het moeilijkste van de challenge vond ik de gladheid van de weg en toch wel de reisafstand. We zijn een heel weekend aan het bestikken geweest. Technisch was nogal een grote uitdaging, maar toch uiteindelijk alles gelukt en op tijd op de Noordkaap gekomen en hopelijk ook nog weer terug. Heren, ik wil me ten alle tijde lenen voor een zeer intelligente challenge. En in dit geval is het dat ik word ingepeperd met sneeuw. Ik heb extra mooi mijn lippen gestift, dames en heren, want als je voor lul staat, dan moet je dat maar heel goed doen. Kom maar door. Hey Joe, where you going with that gun of yours? Hey Joe, I said where you going with that gun in your hand? Vic zit nu te pissen voor mijn motorkap. Let op. You know I caught him messing around with another man. Wil jij ons helpen om met onze barretocht zoveel mogelijk geld op te halen? SMS Herman naar 4333 en doneer €3 aan 3FM Serious Request.